Het is leukste met mijn meltdowns is dat ik ben een autist. Of ja, per diagnos. Ik val nog eens onder autisme. Ik heb sowieso wat moeite om emoties goed te kunnen beheersen. Hè. Dus als ik boos, verdrietig of wat dan ook ben, kan ik al heel snel gewoon dichtklappen. En dan kan ik niet meer nadenken over wat er gaat gebeuren of wat de consequenties zijn. En ik heb daar al wel langer last van gehad. Tot mijn 12 was ook eigenlijk alles op autopilot gegaan bij mij, waardoor ik ook nooit gewoon. Zoals nu kan ik gewoon een normaal gesprek voeren, maar vroeger kon ik dat gewoon niet. Omdat ik gewoon. Het is heel lastig uit te leggen, maar het is ook met mensen met dementie bijvoorbeeld. Dat ze opeens vanuit het niets helemaal boos kunnen worden en gewoon niks meer weten. En zo had ik dat ook een beetje. Niet dat ik dementie heb of dat ik het ermee wil vergelijken, maar dat is een beetje wat ik als voorbeeld dan. Mijn jeugd is heel wisselend geweest. Toen ik 4 jaar was, zijn mijn moeder en mijn biologisch vader gescheiden. Ben ik 4,5 was ik. Toen ben ik uit huis geplaatst voor jeugdzorg. Dat mijn moeder niet meer voor ons kon zorgen. We hadden 4 kinderen thuis. Dus toen ben ik naar mijn opa en oma verhuisd. Daar heb ik ongeveer een jaartje gewoond. En daarna heb ik voor ongeveer 3 jaar in een pleegzin in Utrecht gezeten. Toen ben ik daarna... waar ben ik heen geweest? Met mijn moeder in Zeist komen te wonen. Want mijn moeder die kon weer voor ons zorgen. En samen met mijn tweelingbroer erbij. Dat ging eigenlijk hartstikke goed en toen ontmoette mijn moeder mijn stiefvader. En toen kwamen we in het mooie Ermelo terecht, waar ik mijn grootste hobbyfotografie ook ontdekt heb. En hier kwam ik ook op de middelbare school terecht. En de middelbare school was ook een ramp voor mij. Heel veel gepest, eerste 1,5 jaar zwaar mishandeld. Toen ben ik daar weggegaan naar een andere middelbare school in Nijkerk. En dat ging eigenlijk prima. En toen ben ik het mbo gaan volgen, mbo 2 in de beveiliging. Om mezelf sterker en zelfzekerder te maken. En dat was de goede keus, want ik werk er nu in. En nu kan ik ook gewoon de opleiding volgen waar ik mijn passie in heb, en dat is fotografie. Ik was altijd, zoals ik al zei, ik zat op scouting. Dat is vaak al een ding dat mensen die zeggen, ja, waarom zit je op scouting, weet je wel. Het is wel een beetje een van een buitenbeentje. En daarnaast had ik gewoon altijd mijn oude klofje aan. Ik wou gewoon lekker mezelf zijn en gewoon mijn bergschoenen aan kunnen hebben. En gewoon lekker mijn ding kunnen doen. Terwijl we op dat moment in een periode zaten dat eigenlijk iedereen op school al een merkkleding wou. En de dikste HTC smartphone, want dat was natuurlijk net in opkomst. Iedereen wou een smartphone hebben. En ik had gewoon nog een oud Samsung chatje, weet je wel, waar ik mee mijn ding deed. En ik vond dat allemaal prima en dat vonden de anderen niet. En ik zat ook echt in een klas waar die echt heel modebewust was. En daar paste ik niet in en dan word je al snel het buitenbeentje. En dan gaat het van slecht naar erger eigenlijk. Dus dan gaat eerst je gymspullen eindigen in de prullenbak. Daarna raak je eigenlijk al je spullen een beetje kwijt. Dat je denkt, waar is mijn rugzak gebleven? Blijkt die op het schoolgebouw te liggen. Je fiets, die je banden lekker worden geprikt. Tot op een gegeven moment zware mishandeling, dat je gewoon in elkaar wordt geslagen. En dan bereik je een punt dat je denkt, ja, hier wil ik niet mee verder. Op een nieuwe school liep iedereen op klompen en kwamen ze met reks naar school. Dus ik zat wel op mijn plekken. Mijn depressie is meer over mijn verleden, over hoe ik was, meer. Dat ik dat niet zo heel leuk vond. Dus daar is het meest aan gekomen. Maar ook met school, dat het af en toe niet goed ging. Dat ik af en toe geen goed beeld neerzat of zo. Dat neem ik zelf heel zwaar op.
Ik wil dat gewoon alles perfect is. En dat hielp niet zo heel erg. En dat ging op een gegeven moment echt goed mis. Het was, even denken, ik woon al sinds mijn vijfde uit huis. Dus ik heb, want ik kon niet meer thuis wonen door een situatie. En op een groep vonden ze dat ik naar een psycholoog moet gaan. Omdat ik ook niet echt heel erg positief in het leven stond op een gegeven moment. Toen ik rond mijn dertiende was. En toen moest ik verplicht van de groep naar een psycholoog toe. Maar ik was die dag ook best wel vrolijk en ja, dus dat hielp niet echt. Dus dat was gelijk van de eerste keer dat ik ben geweest van ja, dat gaat helemaal goed met hem. En ja, de tweede keer was toen ik denk 18 volgens mij was of 17. Toen ben ik opnieuw naar een psycholoog toegegaan. Maar dat is van moet je van die kaartjes trekken waarop staat van je mag er zijn en dat vind ik heel verschrikkelijk. Of je hebt heel veel meegemaakt in je leven, dus je hebt een heel klein raampje. Dat, ik kan zo uit dat raampje schieten. En ik vond het gewoon kinderachtig. Ik voelde me een beetje als een autist eigenlijk behandeld. En dat, ik heb liever van, hij behandelt me gewoon hoe ik ben. En niet als een autist. Ik heb een... januari heb ik een beginnende burn-out gekregen. En een beetje ook een wat andere problemen tegelijkertijd. En dat ging niet zo heel goed. En dat kwam ook doordat ik best wel een volle, stressvolle periode heb achter de rug heb gehad. En dat nooit echt aandacht heb gegeven. Of dat dat goed heb verwerkt. En gewoon door ben gegaan, waardoor het op een gegeven moment te veel werd. En toen ging het mis. En dat is een beetje hoe het is gekomen. Ik heb... Ik heb een keer meegeholpen met een filmfestival en dat werd op een gegeven moment werd steeds meer stressend. En ik moest ook heel veel mensen begeleiden tegelijkertijd en ik moest ook mijn eigen ding af hebben. Dat hielp niet zo heel goed en ook extreem lange dagen. En dat, ja, dat maakte eigenlijk gewoon tol om, hè, waardoor het gewoon te zwaar werd. En dan vervolgens met school, met examens. En dat, ja, dat was geen goede combinatie. Burn-out kan een beetje zelf over nalopen denken en wat rondlopen vragen hoe dat zat. Vanuit daar, toen ik eigenlijk die meltdown had, heb ik ook gedacht van oké, weet je wat, ik heb waarschijnlijk ook die burn-out erbij. Toen heb ik het ook aangegeven. Alleen ik dacht dat ik ook bij werk aandacht gegeven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Maar voor de rest, maar nu weet iedereen wel van dat ik een burn-out heb. Best in mijn jeugd heeft heel erg meegespeeld. In de burn-out klachten die ik heb gehad, natuurlijk. Want je, eigenlijk heb ik alles opgestapeld achter in mijn hoofd en wou ik alles zo snel mogelijk vergeten. Dat was logisch, want eigenlijk zit je lichaam in een soort verdedigingsmechanisme. En daardoor komt het voor dat je gewoon dingen wegstopt in je hoofd. En op een gegeven moment moet dat er een keertje uitkomen. En bij sommigen zijn het al de kleine dingen, zeg maar, die gebeuren, waar je heel veel last van kan hebben. En bij mij zijn het een opstapeling van een hele hoop dingen geweest. En dat wordt dan op een gegeven moment getriggerd. Nou, voor mij was dat het overlijden van mijn beste vriend. Dat was eigenlijk een gebeurtenis die heel veel invloed op mij heeft gehad. Omdat ik met hem heel veel kon praten. En nadat hij overleed, wou ik dat eigenlijk ook wegstoppen. Maar eigenlijk lukte dat niet. Het bleef bestaan in mijn hoofd. En, maar ik wou er geen tijd voor nemen om te rouwen, zeg maar. En, dan je raakt op een gegeven moment gewoon vermoeid door alle indrukken die je krijgt. Elk verhaal heeft zo zijn invloed op jouw mentale gesteldheid, zeg maar. En op een gegeven moment raakt dat een keertje op en dan stort je in. Ja. Ja, toen ik echt instortte, zeg maar, toen, het was eigenlijk vlak na een stage die ik had gelopen in de beveiliging. En toen zag mijn moeder aan mij, die kwam naar me toe, ze van Jelle, je ziet er niet uit, ik wil dat jij na je stage eigenlijk direct morgen naar de huisarts gaat en we gaan hier wat tegen doen. En toen barst ik eigenlijk direct in tranen uit en acties van het gaat echt niet goed. En ik voel me niet meer gelukkig en ik wil er niet meer zijn, zeg maar. En dat was dat ik zelf ook begon te beseffen hoe slecht het eigenlijk met me ging. En toen kreeg ik hulp van de huisarts. Ik ben naar school gegaan één dag en die hebben ook besloten dat ik voorlopig even niet naar school kan, maar vrij moest nemen, zeg maar. En natuurlijk heb ik mijn vriendenkring en de mensen die dicht bij me staan verteld hoe het met me ging. En natuurlijk niet iedereen, want het is altijd een soort taboe geweest voor mensen als je dat soort klachten hebt. Maar ik ben er wel altijd best wel open over geweest, ja.
ja, met, voor de tips wat ik kan geven voor als je met familie zit, geef het ook gewoon bij hun gewoon aan. Van hé, luister, ik heb nu gewoon ontzettend veel druk van op school. En ik heb gewoon even wat rust aan mijn hoofd nodig. Dat zou ontzettend veel, dat zou al best wel veel kunnen schelen. Want dan kunnen ze er ook gewoon rekening mee houden. En de vrienden sowieso, die houden wel snel rekening mee. En met werk kan je het ook aangeven van, hey, luister, ik heb nu gewoon een hele drukke, als je weet van tevoren van, oké, ik ga nu een hele drukke week krijgen op school. Geef het dan ook gewoon aan bij je werk. En geef het dan ook aan van, hey, ik kan misschien even die periode niet zoveel doen. Vooral als je bij een goede... Als je een goede baan hebt, dan laten ze vaak ook of ze zeggen, of ze, waarschijnlijk zouden ze dan ook wel zeggen van, hey, is goed dat je wat minder uren kan maken. Dus dat zou ik dan aanraden om dat te doen. Voornamelijk gewoon een stukje aangeven van, hey, ik heb gewoon heel veel stress en ik heb gewoon even wat rust nodig. En ik hoef niet veel prikkels krijgen van familie en vrienden of van werk. Ja, bij een burn-out komen natuurlijk altijd wel depressieve klachten kijken. Je voelt je down, je bent heel erg moe. Je kan dus niet zo heel veel eigenlijk. En mensen hebben daar heel snel een mening over. Dus mensen hebben al heel snel het idee van, nou ja, je stelt je een beetje aan. En eigenlijk kan je gewoon de dingen doen die je normaal ook doet. Maar dat is niet altijd zo. En het taboe is eigenlijk dat mensen niet durven te zeggen dat ze juist last hebben van die klachten. Omdat ze bang zijn dat ze te horen krijgen dat ze iets niet goed doen. En daardoor ga je alleen maar weer slechter in je vel zitten. Nu is het zo, als je dit taboe dus niet doorbreekt en niet praat waar je last van hebt, dat je eigenlijk alleen maar je problemen meer opkropt en je steeds onzekerder gaat voelen en dus ook echt in de depressie belandt. Of het taboe makkelijk te doorbreken is bij jongeren of bij ouderen, is denk ik bij beide partijen wel lastig. Maar bij jongeren is het denk ik belangrijker, omdat zij natuurlijk ook ouder worden. En zij kunnen er dan op oudere leeftijd ook beter mee omgaan dan dat je eigenlijk wel oud bent en je hele leven door hebt gekregen dat je er niet over kan praten. Of social media invloed op mij heeft gehad. Op de burn-out klachten wel, want je gaat toch automatisch sneller reageren op dingen waar jij verbonden voelt, zeg maar. Dus mensen die zich wat slechter voelen, organisaties die mensen helpen die zich slechter voelen. Ik ben me heel erg gaan openstellen voor de klachten die ik had. En ik wou dat ook aan de buitenwereld laten zien. Van, hé, dit gebeurt er nou. En er is ook hulp voor. En op social media krijg je daar hele positieve reacties op. Maar dan krijg je ook hele negatieve reacties op. En je weet wel direct wie je kan vertrouwen en wie niet. Want je ziet direct van, nou ja, dat is een goede vriend. Die reageert er positief op. En je hebt ook sommige mensen die vinden het onzin. En dan heb ik zoiets van, nou ja, dan weet ik direct hoe jij erover denkt. En dan ben ik er ook wel een beetje klaar mee. En het ook, weet je, op social media, weet je, iedereen wil daar gewoon zo perfect mogelijk eruit zien. En dat geeft ook gewoon heel veel stress. En je wilt als student, wil je natuurlijk altijd zeggen van, ja, het gaat nu hartstikke goed op school. Je wilt daarvan een zelfbeeld creëren. En dat is ook gewoon heel lastig om dan die dingen gewoon te combineren. Want je hebt gewoon, in ieder geval wat je gewoon merkt, is dat als mensen, die hebben dan vaak school, echt heel veel huiswerk ook. En gewoon alle andere opdrachten wat gewoon af moeten. Maar die moeten ook gewoon een vriendenkring behouden. En die willen ook gewoon op social media gewoon lekker vrolijk zijn. Dat gewoon doen. En ja, dat zijn gewoon drie dingen wat gewoon ontzettend veel gaat worden. En helemaal hoe ouder je bent, dus de eerder je ook een bijbaantje gaat hebben. Dan heb je nog een baan erbij. Heb je gewoon vier dingen wat heel veel te combineren is in één keer. School ging er vrij soepel mee om. Ik kwam eigenlijk de eerste dag na mijn stage kwam ik op school. En wij moeten bij mijn veiligheidsopleiding moet je eigenlijk zoals altijd een appel staan, netjes in uniform voor het gebouw, zeg maar. Eigenlijk zoals het leger in defensie ook gaat. Dus allemaal strak, allemaal netjes, allemaal gelijk. En daarbij zag mijn coach eigenlijk al aan mij dat ik er niet uitzag. Niet omdat mijn uniform niet in orde was, maar omdat mijn gezicht gewoon triest stond. Ik was wit, ik was aangeslagen, rode ogen van verdriet en van huilen. En na dat appel kwam mijn coach direct naar me toe van, hey Jelle, hoe gaat het nu?
Heb je alles een beetje kunnen handelen tijdens stage. En die wist natuurlijk van de situatie van het overleden van mijn beste vriend, zeg maar. En toen stortte ik eigenlijk direct in. Direct huilen, direct drama natuurlijk. En die had zoiets van, nou ja, ik zie dit nu en ik hoor ook dat je bij de huisarts bent geweest. En die stelt ook voor dat je vrij gaat krijgen, dus gaan we dat regelen. En zo zei hij dat ook tegen mij. Toen ben ik eigenlijk direct met hem naar een schooltherapeut geweest. Hij heeft zijn les opzij gezet en hij is direct met mij daar naartoe gelopen. Van, hé, we gaan dit nu direct de eerste afspraak en we gaan kijken hoe we dit gaan aanpakken. En eigenlijk was binnen een dag geregeld dat ik een goede 7 weken vrij kreeg om mijn klachten te behandelen en ook de rust te krijgen die ik nodig had op dat moment. Ja. Dus ik was daar wel heel blij mee. Ja. School pakte het heel snel op, had ik niet verwacht. Want scholen zijn toch vaak ook een beetje in hokjes stoppen, maar dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. Ja, dat is het, is het leukste is nu dat als je een mbo, of wat vroeger hbo is nu gewoon mbo geworden. En het wordt steeds meer focus gelegd op het halen van een diploma. En je moet gewoon een diploma hebben, wil je aan de slag kunnen. En ze willen natuurlijk iemand hebben met zo hoog mogelijk diploma. Dus je hebt die druk gewoon heel erg. En dat wordt steeds gewoon erger. En het wordt ook steeds gewoon veel meer werk wat we moeten gaan doen, ook voor school. En ook als je door wilt gaan studeren naar hbo of iets dergelijks. Je moet gewoon heel veel doen. En dat geeft inderdaad heel veel stress op. En dat... Ik ben wel mee eens met die stelling dat wij het gewoon veel zwaarder hebben dan vroeger. Ja, gewoon best wel neutraal, in mijn mening. Ja, je werk vonden ze het wel voor mij niet echt leuk dat ik het niet aan had gegeven. Ondanks dacht dat ik het wel dat had gedaan. En oma en mijn zus die reageerden neutraal erop. Wel van, oké, hopelijk gaat het nu wel wat beter. En dan kom je wel zo snel mogelijk eruit. Maar oma is meer van, wel, je moet zo snel mogelijk nog steeds aan het werk gaan, want geld. Dus dat is wel een dingetje waar we mee bezig, waar we toen mee bezig waren. Ik heb de negatieve reacties die ik heb gehad, waren eigenlijk wel van oud en van jong. Natuurlijk zijn er mensen die niet snappen wat er gebeurt. En die zien niet jouw hele verhaal, zeg maar. En vooral als je zelf niet je openstelt daarvoor. Kunnen mensen ook niet helemaal begrijpen, nou ja, waarom voelt die jongen zich zo? Want die mensen weten niet dat je een hele onrustige jeugd hebt gehad. En die weten niet dat je gepest bent op school. Die zien eigenlijk alleen de recente gebeurtenis. Nou, neem als voorbeeld het overlijden van mijn beste vriend. Die zien alleen dat. Die hebben zoiets van, ja, maar dat, wij hebben dat ook verwerkt. En wij gaan er ook op deze manier mee om. En met ons gaat dat ook goed. Dus zou het met jou ook goed moeten gaan. Dus je wordt eigenlijk in een soort klein plaatje gesteld. En in een hokje gestopt met z'n allen. En mensen denken gauw, nou, zo zit het. En zo moet het maar gaan. En het besef bij oudere mensen. En aan de ene kant snap ik dat. Want die hadden vroeger natuurlijk niet de spullen die wij op het moment hebben. Je zijn best wel verwend. Dan snap zij denk ik minder goed hoe snel wij ons slechter kunnen voelen. Terwijl alle technologie die wij hebben... En alle dingen die op ons afkomen en de gadgets die ons leven leuker maken, hebben niet altijd de juiste invloed op wie wij zijn. Ja. Wij hebben ook gewoon nog steeds gevoelens en niet alleen gadgets. Sociaal contact is altijd belangrijk voor mij geweest om gewoon met mensen leuke dingen te kunnen doen. En ook leuk bezig te zijn. Je hebt natuurlijk vrienden waar je heen gaat, drink je een biertje mee en daar praat je over weet ik veel wat, over het kopje van je oma die je hebt laten vallen en die is gebroken. Je hebt ook vrienden waarmee je rustig gaat zitten en echt een goed gesprek voert, zeg maar. Dus dat je het eigenlijk echt over het leven hebt. En ik denk dat je een goede combinatie daartussen moet vinden. Tussen die goede gesprekken met die ene vriend en dat lekkere biertje met die andere. Ik denk, als je daar een goede combinatie in hebt, dat je al gewoon stukken beter in je vel zit. En even je ei kwijt kan af en toe. En dat geldt voor hun waarschijnlijk ook zo.
Ik heb tot nu toe geprobeerd eigenlijk altijd wel alles om gewoon zelf te doen. Want zo ben ik het gewoon altijd al gewend. Maar er zijn er wel degelijk mensen geweest die me gewoon nu ook gewoon een beetje steunen en ook tips geven van hey, hoe nu? En die helpen me ook gewoon wat om met de psycholoog dat op te zetten. Dus daar word ik nu ook wel wat meer mee geholpen, ook met mijn examens. Door mijn zus word ik ook heel erg geholpen. Als het gaat om teksten schrijven, want dat ben ik niet zo heel goed in. Dus ik heb wel daarvan wel minder stress krijg ik ervan. En dat helpt wel veel. Aan van wat ik doe qua werk. Want dat heb ik ook wel gemerkt tijdens mijn, toen ik mijn burn-out had, ben ik er ook terug gaan kijken van hey, wat is dat er ook door gekomen? En dat is ook vaak ook dat ik heel erg eentonig bezig was. En ik heb wel nu al van oké, ik ga niet meer, ik ga me ook niet meer dwingen om heel erg eentonig aan de slag te gaan. Iedere keer hetzelfde te doen. En ik ga me ook niet meer zoveel stress gewoon en hele lange dagen meer achter elkaar doen. En dan gewoon daarna zeggen van oké, het is goed allemaal en ik stop het gewoon weg. Dat ga ik ook niet meer doen. We zijn een beetje eigenlijk gewoon meer van op lange termen en in voor de toekomst dat ik meer ga doen. Of ik iets positiefs of negatiefs heb overgehouden aan de burn-out. In beide gevallen, positief absoluut. Want ik zeg maar in mijn tienertijd kreeg ik mijn klachten en... Eigenlijk word je daar heel snel volwassen door. Het klinkt heel egoïstisch wat ik nu zeg. Maar je groeit mentaal wat sneller op. Dus je begrijpt wat meer over de wereld en bent wat beter voorbereid op dingen die gebeuren. Daardoor word je wat zekerder van jezelf. En je gaat dingen positiever bekijken. Je gaat meer met de dag leven. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Natuurlijk hou je negatieve klachten over. Ik zit nog steeds in een depressie. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Daar slik ik nog elke dag medicatie voor. En de ene week gaat dat beter dan de andere week. Zoals afgelopen week, dan is het nu ongeveer 3 jaar geleden dat ik echt behoorlijke klachten had. Dan denk je daar wel heel erg over na. En dan krijg je eigenlijk een soort lichte terugval. Dat je er toch heel erg mee onbewust in je hoofd mee bezig bent. En je slaapt slechter en je bent wat meer vermoeid. Maar nu heb ik wel de handgrepen en de trucjes geleerd om daarmee om te kunnen gaan. En dat juist die negatieve energie om te zetten in een positieve energie. En ik denk dat dat absoluut een hele belangrijke leerles is geweest die ik heb geleerd. Mensen die kroppen te veel op. Mensen die zijn te veel met zichzelf bezig. Maar niet richting anderen. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat sommige mensen eigenlijk niks kwijt willen. En daardoor juist in hun eigen schildje komen waar ze niks in toelaten. Daardoor word je minder sociaal en gaan mensen ook minder snel contact met je zoeken. En ik denk dat daar grotendeels de boel vandaan komt. En ik denk dat als je al meer met mensen gaat praten en meer praten over je problemen, zeg maar, en waar je last van hebt, dat je al veel groter eind komt dan dat je jezelf maar stilhoudt. Nou, wees lief voor elkaar. Nou, ik denk dat dat wel belangrijk is. Wees lief voor elkaar. Ik zeg dat wel voor de grap, maar ik denk dat je wel een beetje aardig voor elkaar mag wezen. En ook als je kijkt naar hoe verpest de wereld af en toe is, dat je af en toe elkaar een complimentje mag geven, dat er zeker wel vanaf kan. In plaats van overal de negatieve dingen inzien, ook de positieve kanten te belichten. Dus niet van, oh, heb je dat weer verkeerd gedaan, maar ook gewoon een keertje zeggen, hey, wat heb je leuke schoenen aan, of wat heb je dat proefwerk goed gemaakt. Ik denk dat dat iemands dag al erg opvrolijkt. En hou elkaar in de gaten. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Vraag inderdaad elkaar hoe het gaat. En ook niet van, hey, hoe gaat het? Ja, goed. Maar hoe gaat het echt met iemand? In plaats van dat je alleen maar een glimlach op je gezicht hebt, probeer eens door dat masker heen te kijken.